We zijn midden in het Rentsenpark, met voormalige dierentuin van Emmen, wat natuurlijk nu verhuisd is. En het Rentsenpark is een park van cultuur geworden. En CBK Emmen heeft een 12-tal studenten van de Academie Minerva uitgenodigd van HAL, Hybrid Art Lab. En zij maken hier een kunstroute. Zij leren eigenlijk wat het met zich meebrengt om in de praktijk een kunstroute op te zetten. Maar ook om hoe hun werk zich verhoudt tot de openbare ruimte. Hoe presenteer je werk en hoe ga je ermee aan de gang in het echt. We hebben overleggen, ook online, maar ook ter plekke op Minerva. En we werken het allemaal uit, maar zij doen eigenlijk zelf het meeste. En vandaag zijn ze gekomen met hun werk en dat is veelbelovend. Het is heel erg uniek. Ik bedoel, we zitten op een kunstschool, dus je ziet heel vaak exposities. En je regelt ook wel het een en ander. Maar om het zo buiten te doen en zo in zo'n unieke plek, dat is, ja, het is gewoon super. Dus de expositie is van 26 juni tot 30 juni, dus kom vooral langs en aanschouw alle kunst. Ze hebben volledige vrijheid, daar bemoei ik me helemaal niet mee. Zo is er een dame uit Taiwan die een performance doet in het oude krokodillenverblijf. Ja, dat is echt een prachtige plek en die heeft haar stem de ruimte gegeven in die plek en het is echt uniek. I did a music improvisation with my own vocal and I tried to connect myself with the environment. Like with the energy, and I tried to communicate with it. I enjoyed it really a lot, really an experience. So it was a really nice project. Yeah, I love it.